Laten we het eens even compleet anders doen. Hey, Ellen Lodijk in deze gloednieuwe video hier op TechTime. Ik ben Marco en in dit geval wil ik jullie even iets bekend gaan maken. Oktober staat op dit moment op het punt om te gaan beginnen. En we dachten zoiets van, joh, laten we gewoon voor het eerst in de geschiedenis van TechTime oktober gaan omzetten naar Techtober. Wat houdt nou precies in? Nou, niet alleen dat er meer techvideo's online komen en ook bijvoorbeeld meer livestreams, maar ook bijvoorbeeld meer giveaways. In Techtober willen we dus extra veel dingen gaan weggeven, speciaal naar jullie toe. Gewoon puur om even te aantonen dat we gewoon super blij met jullie zijn voor al jullie support. En we hebben zoiets van, joh, het wordt alweer even tijd voor een leuke giveaway. Dus we hebben een paar hele toffe dingen al weten te regelen voor jullie. Maar wat het allemaal precies is, dat zie je dus allemaal vanaf 1 oktober. 1 oktober gaan we dus beginnen met Techtober. En ik zou het super tof vinden als jij er dan zelf ook bij bent. En ja, ik ga ook weer een Raspberry Pi serietje doen, gewoon in oktober. Want dat ook best wel vaak is aangevraagd. En ik heb er wel een paar hele leuke ideeën voor. En heb je nou zelf ook een paar hele toffe andere ideeën die we in deze maand kunnen gaan uploaden? Laat mij dat gewoon heel simpelweg weten in de reactie beneden. Ik ben gewoon heel benieuwd naar wat jullie allemaal nog willen gaan zien. Kijk, we uploaden nu standaard gewoon een review, tutorial / top 10, een koopadvies, show my rig. Maar misschien is er nog een serie of een videoproject dat jullie ook eens een keer heel graag willen zien. Ik kijk er in ieder geval naar uit. Aanstaande vrijdag gooi ik een koopadvies online over de 5 beste PC-upgrades voor onder de 100 euro. Ik wil ontzettend bedanken voor het kijken naar deze video. Bedankt voor al jullie fantastische support. We zijn echt bijna bij die 20.000 abonnees, dus ben je nog niet geabonneerd? Wees een tech legend, klik gewoon even op die abonneerknop en ik zou het echt super dope vinden. Ik wil nogmaals ontzettend bedanken voor het kijken naar deze video. En zoals altijd zeg ik weer, tot ziens!